Dat was als het, als het ware de, de zuurstof die je inademde. Je kon je niet voorstellen dat, dat het ook nog anders uh, mogelijk was. Dus jij ging filosofie studeren, want, wat ook al best wel een gekke keuze is. Maar dat... Ja, en ja, dat was na, na een paar jaar uh, theologiestudie. Ja. Uh, en dat was denk ik ja, deels gewoon ook uit nieuwsgierigheid. Van ja, maar dan moet het gewoon nog wel andere ideeën over het leven en de wereld zijn, mm -hmm. um, maar ook omdat ik dacht en zo heb ik het ook wel een beetje verkocht in, in Kampen, waar ik dan theologie studeerde. Van als ik leer hoe mensen buiten de kerk denken, dan kan ik ze ook makkelijker bereiken met uh, het evangelie van uh, Jezus. <laughs> maar goed, dat ging van de andere en dat, kant. En dat uh, vragen ze, dat argument. Uh, ja, dat, dat werd <laughs> wel geslikt. Maar, uh, maar ik, ja, ik weet dus nog uh, na het eerste college, dat was dan drie uur lang, had die docent allemaal ideeën besproken van filosofen. En uh, ik, het enige wat ik tijd dacht was... oké, okay, maar wie heeft er nou gelijk? Ja. Uh, dus ik ging aan het eind van het college ook naar hem toe... van hé, hey, maar je, je hebt niet antwoorden gegeven. <laughs> of wie ga je dat volgende week doen? Ja. Toen zei hij, ja, nee, in de filosofie zijn we meer... Van het, uh, van het stellen van de vraag dan van het geven van het antwoord. Ja, ja. En dat ja, was voor mij... ik was helemaal, uh, helemaal, helemaal ja, van slag dat dat ook nog kon. Dat je dus kon leven zonder dat je... Constant een soort waarheid hebt waarop je bouwt, maar, maar dat je kunt accepteren dat er vragen ja. zijn. Ja. Maar dan kan je, denk ik, zou ik nu denken, kan je of denken: van wow, dit, dit, dit wil ik verder onderzoeken. Deze wereld, of je kan denken: oh jee, oh, ik ga terug. Want Dit is me allemaal veel te groot en te doodeng. En, en ik ga ja. terug naar waar ik vandaan kom. Ja, ik weet in dat eerste jaar filosofie studie dat ik, ik dat, dat ritje van in de trein van Utrecht naar Kampen, dat was voor mij ook elke keer een soort de plek waar ik dus dat aan, het, aan het betwijfelen was van ja, moet ik hiermee doorgaan. Want ik voelde ergens ook aan. Er gaat een punt komen, als ik daar doorheen ben, dan kan ik niet meer terug achter die vragen. Zo. dan, dan ja, ja. kan ik niet meer terug naar dat, dat systeem van zekerheden. Dat voelde je al. Ja, ik, voel, ik, weet, ik weet uit dat eerste jaar nog dat ik een aantal keer ook gedacht heb, ik kan nu nog terug in het veilige nest en gewoon dominee worden zoals ja. mijn opa, zoals mijn vader. Maar dat deed je niet. Dus. Dat deed je niet, nee. En waarom niet? Ja, ik vond het ook iets uh, verslavends hebben dat vragen mogen stellen. Ik vond het geweldig dat je gewoon, um, dat het mogelijk is om naar één situatie of naar één persoon vanuit zoveel verschillende hoeken te kunnen kijken. En dat en dat, dat de lol van, oké, okay, ik heb nu. Deze kijk op, op een bepaalde. Geef, geef eens een voorbeeld. Om het iets duidelijker te maken. Um, nou, in, in, dit geval, in dit geval ging het natuurlijk bijvoorbeeld ook vaak over ethische kwesties. Mm -hmm. ik, ik, uh, abortus, euthanasie. Dat, wij waren echt met een heel strenge leer daarover opgevoed. En, en ik weet rond euthanasie. Er was, was werden we ook wel harde dingen over gezegd. Die mensen die dat deden. En dat ik, um, uh, dat ik ook langzamerhand in, in die filosofie leerde. dat je dus. Ja, je kunt direct een oordeel hebben erover, mm -hmm. maar je kunt ook bedenken: ja, hier dit is een kwestie waarin bepaalde waarden tegenover elkaar staan. En ja, je kunt de prioriteit aan de ene waarde geven, of mm -hmm. de prioriteit aan de andere. En dat iemand die ervoor kiest uit een ziektepleger, is niet per definitie een slecht mens. Of nee, dat er dus, dat je zo vanuit ik, ik zit het zo te beluisteren: <kliek> dit, dit staat mijlenver van hoe ik ben opgegroeid. Ik denk van heel veel luisteraars. Ja is natuurlijk. De, de, hoe, hoe, hoe groot is die? 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 Want je gereformeerd vrijgemaakt. Ja, 120.000 leden in uh, ja, Nederland. Best wel klein. Best wel klein. Ja. ja ik bedoel, er zijn wel meer gelovigen, maar dit is een hele strenge tak, hè? Ja. 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 En ook wel een tak die dus vooral ook heel erg een eigen wereld had gecreëerd. Mm -hmm. ja. Want Ja. Wat ik, ik zit, ik zit te luistering Denk, ach, arme jongen. Dan kom je er, hoe oud ben je dan als je dit studeerde? Dan ben je uh, 2, 23, ging, Ja, ja 2, 23, en dan, ja. en dan kom je er achter deze wereld waar ja. tussen aanhalingstekens normale mensen achterkomen. Ja, als, als ze uh, 12, 13 zijn. Ja, ja. ja, nou, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik ook op veel vlakken het idee heb. Ik ben nu, ja, je zijn je net van je bent dus 40. <laughs> uh, dat ik ook me wel heb gerealiseerd de afgelopen jaren. Dat ik op heel veel vlakken, nou, misschien inderdaad wel 10, 15 jaar achterloop. Zo in. Een soort ontwikkeling van denken en uh, tot zelfstandig, tot standpunt te komen. Werd, en, je, werd je daar boos om? Dacht je van bijvoorbeeld over je ouders van ja, mm, food, food. Je wilde vloeken hè? Ja, ik wou inderdaad vloeken, <laughs> maar ik dacht net op tijd. Ja. Je, Mag kan, kan, kan je dat aan? Ja, ik kan het aan. Okay, ja, ja. 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 Um, nou, ik ben, jawel, Ja, ik ben absoluut, ik ben ook heel, ex, ja, ik ben super boos geweest ook. Ja, ook over een soort ontwikkeling van soort ontwikkeling naar zelfstandig denken naar zelfstandig je leven inrichten naar zelfstandig nadenken over seksualiteit. Dus er waren natuurlijk ook heel strenge ideeën over geen seks voor het huwelijk en mm. um, nee dus nee, ik ben ook uh, toen ik eenmaal die andere manier van denken en leven begon uh, eigen te maken, mm. ben ik ook ontzettend boos geweest, ja. En ja. je bent er dus, want je zegt het eerste jaar heb ik nog getwijfeld. Ga ik terug? Nu kan het nog. Ja. Heb je niet gedaan? Nee. Je bent eruit gestapt. Nou, weten we van alle verhalen en alle boeken, dat betekent nogal wat. Dat doe je natuurlijk mm -hmm. niet zomaar. Um, dat betekent ook vaak dat je heel veel verliest. Ja, ja, ja. Dat was ook, was ook ja. Ik heb ook, uh, uh, ik verloor ook mijn baan. Want ik werkte toen al aan de universiteit in Kampen. Uh, ik deed daar promotieonderzoek. En... Als theoloog? Ja. En ja. toen dachten ze, ja, theoloog die. Uit de kerk stapt. Ja, dat was zelfs in het contract opgenomen. Je was een voorwaarde. Als je geen lid meer bent van de kerk, dan, uh, dan mag je daar niet meer werken. Dus je verloor je baan, ja, uh, ja, waarschijnlijk en, ook je sociale omgeving? Ja, ja vrienden en, en uh, mijn relatie ging uit. En ook contact met ouders. Uh, heb een tijd lang niet gehad. Dus, en je relatie uh, ging ook uit hierdoor. Um, het speelde het speelde in ieder geval mee, ja, ja, maar niet, niet, niet omdat zij zei van nu wil ik niet meer. Maar je je, je gaat ook zo'n je slaat een ander pad in, dus het ja. wordt ook gewoon moeilijk dan, ja. Ja. dus ja, nee, het was een uh, het was echt een, een soort radicale keuze van uit een wereld stappen en, ja. een, en een nieuwe wereld in, ja. uh, instappen. Maar, maar ik heb wel, dus de prijs was hoog, maar ik voelde ook met eigenlijk al wel meteen. Het is het wel waard, zo in, in, in vrijheid die ik terugkrijg. Alsof je nu iets anders zou kunnen zeggen, Lammert. Ja. Het enige mogelijke antwoord is. Ja, ja. Je vertelt dit hele verhaal, omdat ik je namelijk best wel lang geleden inmiddels vroeg: wat heeft je ertoe aangezet om dit boek te schrijven? En toen, ja. toen begonnen we aan dit verhaal van, van je achtergrond. Um, dat heeft er dus mee te maken dat je nu verslaafd aan je eigen gelijk is. Dat, is dat ook omdat je dat. Herinnert aan de tijd in de kerk? Ja, ik, ik realiseer dat. kan me, dus, ik me voorstellen. Ja, ja dus uh, ik, ik stapte uit die kerk en ik hoopte ergens ook in de samenleving een, een heel vrije, uh, oordeelloze manier van denken aan te treffen. waarin mensen ja, het ook niet meer zo nodig hadden om heel rigide vast te houden aan hun standpunten. Mm -hmm. En dat, um, uh, dat is me de afgelopen jaren dus wel. Opgevallen dat de samenleving eigenlijk steeds meer gaat lijken op die, die kerk waar ik uitgestapt ben met mensen met heel stellige overtuigingen, um, oordeel en weinig begrip voor, voor andersdenkenden. En, en eigenlijk, ik merkte het al toen woonde ik net in, in Amsterdam, toen kwam ik op een feestje en er waren mensen die een, een polyamoreuze relatie hadden. Dat vond ik natuurlijk reuze interessant. Dat je met meerdere mensen uh, ja. een, 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 een liefde hebt? Ja, ja met Niet Tegelijkertijd met tweeën? Maar... Ja, ja, tegelijkertijd meerdere liefdesrelaties. Ja. Ik dacht, nou dat zullen we hele... Open, vrije geesten zijn. En toen ging ik met hen in gesprek. En toen, toen, de manier waarop zij over mensen in een monogame relatie spraken. dat deed me eigenlijk heel erg denken aan, aan hoe de dominee vroeger over ongeloven had. Van uh, ja. uh, die zullen nooit echte liefde ervaren. Die zijn, die zijn alleen maar bang. En daarom zijn ze monogaam. En wij weten wat echte liefde is. Maar <laughs> zij zullen. dat no Dan dacht ik, ja, dit is ergens hetzelfde soort rigide oordeel. wat, ik, wat me zo bekend voorkomt. Maar nou noem je wel een, een, een extreem in de zin van zoveel. Polyamoreuze mensen zijn er ook niet. Eh, ik, zou, ik zou denken dat, dat de wereld, zeker als jij hem, als jij hem nu beschrijft, ja. dat de wereld buiten die kerk echt wel iets opener is dan in jouw kerk. Ja, nou, ik, dat, dat ben ik dus gaan betwijfelen eigenlijk. Ook al als ik kijk, en ik denk dat dat ook wel de, uh, het debat rond de coronacrisis. Mm -hmm. uh, en, en hoe. Hoe hard dat ook, een uh, um, soort van tegen elkaar inging, en hoe weinig begrip voor anderen er was. Uh, dat, dat, dat is ook een soort aanleiding wel voor het boek geweest. Van, zo, wat wat, we, wat we, hebben we onszelf of zijn we onszelf ook snel in twee kampen gaan indelen? Mm -hmm. en, um, en het blijkt dus ook uit, uit onderzoek dat er sprake is van, dat heet dan, affectieve polarisatie. Dus dat we ja. in Nederland uh, steeds meer hekel krijgen aan mensen met andere ideeën. En, en dat wordt gewoon al decennia lang gemeten, ja. door gewoon gevraagd op een schaal van 0 tot 10, hoeveel hekel heb jij in anders denkende? Leuke vraag eigenlijk uh, <laughs> wel. En dat wordt dus steeds erger. We krijgen steeds meer hekel aan, aan. En we blijken ook, onze sociale netwerken... die worden ook steeds homogener. Dus we gaan steeds meer om met mensen die hetzelfde zijn als wij. Die op dezelfde fiets fietsen als wij. Dezelfde podcasts luisteren. Op dezelfde vakanties gaan. En als je natuurlijk steeds bevestigd wordt in je eigen denken... Ja. dan krijg je steeds minder begrip... Voor anders denkende. Of, en, en ik denk dus dat daar, uh, daar ook wel een risico uh, zit voor de samenleving. Vandaar dus, het ver, boek verslaafd aan je eigen gelijk, gaan we natuurlijk over doorpraten. Maar eerst, het is ietsje na half acht, hoogste tijd voor.